Welkom bij de VZSM van zaterdag 6 juli. Het zomersprookje van Duitsland is voorbij. Spanje staat tegen Frankrijk in de halve finale. Marco Timmer was er gisteren bij, bij een spektakelstuk tussen Duitsland en Spanje. Ik denk wel genoten Marco. En, en vind jij uiteindelijk een terechte winnaar, als eerste vraag? Nou, deze wedstrijd die had wel, uh, die had wel even door mogen gaan. Het was, was geweldig, het ging alle kanten op op het laatste. En je zit, uh, zit naar alles en iedereen te kijken. Je, je hoopt op... Uh, Bevliegingen van, uh, ja, van, van de mooie creatieve spelers. Maar je, je, je kijkt ook vooral naar Tony Kroos. Is hij bezig aan zijn laatste minuten? En wat doet hij dan? Hoe staat hij op het veld? Wat wil hij nog? En dan zie je die 88ste minuut. En dan krijgt hij de bal. En dan gaat hij naar rechts. En dan krijgt hij de bal. En dan gaat hij naar links. En dan hij, en hij is het wijs. En dan het doen. De spelers weg gaan het sturen. En dan ineens is die goal daar. En dan verlengt hij nog zijn carrière met een half uur. Ja, dat gaat allemaal door je hoofd als je die wedstrijd kijkt. Maar om op jouw vraag terug te komen, ja, dat is een spektakel. En, uh, een, een terechte winnaar, ja, ik, ik weet het niet. Um, ik kan ook zeggen, ja, dus, Duitsland moet een penalty hebben. Uh, ik, 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 ik ben wel fan van Spanje. Ik ben wel fan van uh, Jamal en, en, en Williams. En, en Olmo die gisteren fantastisch speelde. Zeker, ja. En um, ik vind het wel mooi voor, voor de Duitsers dat uh, de, ik sprak. Een aantal Duitse fans hebben de, die manschaft weer in de harten gesloten. Dat is natuurlijk een tijdje geleden. Was het niet best. En nu, uh, nu wel. Ze kregen een staande ovatie van, uh, van het publiek. En uh, wat jij zegt klopt: het zomersprookje is ten einde. Maar als het dan ten einde komt, dan maar, uh, dan maar, dan maar door uh, de Spaanse furie. Want laten we wel weten. Spanje heeft tot nu toe, denk ik, het beste en het leukste voetbal gespeeld. Ja, Tony Kroos daar begon inderdaad over. Zijn carrière is dus over. Hij werd wel enigszins beschermd. Hè, want uh, hij had wel uh, eerder een gele kaart kunnen hebben. En nog een keer. En uiteindelijk kreeg hij er eentje. Um, ja, had je het idee dat hij dat een beetje gespaard werd? Of, of werd iedereen gespaard? Nou, ja, ik, ik, ik moet nog een pro-stuk schrijven zometeen. Uh, over, uh, over deze wedstrijd. En uh, um, wat ook een beetje houdbaar is voor het blad nog: hè, voor, voor het magazine. Dus de mensen die kunt het op pro lezen, maar ook in het magazine. En dan is Spanje alweer weer aan het spelen. Um, maar Tony Kroos, ja, die had niet meer op het veld mogen staan, laten we eerlijk zijn. Uh, en de nee. laatste dans van Tony Kroos was een agressieve tango. Uh, hij, uh, uh, hij schopte ja. Pedri uit de wedstrijd. Hij ja. lachte hem nog wat bij. Het was een beetje ontkroosachtig uh, on en daarna hij pakte hij zich wel. Hij ging hij weer ouderwets strooien met die uh, precisiepasses die, die hij uh, die die in zijn benen heeft. Maar ja, we moeten hem niet alleen herinneren om deze wedstrijd natuurlijk. Het was een, uh, een hele intense, meeslepende wedstrijd. En, uh, daarin wil je winnen. En het is ook duidelijk dat als je Spanje lekker laat voetballen, ja, dan, uh, dan maken ze gehakt van je. Dus, uh, of tapas in dit geval. Of paella, <laughs> zo, of paella zo je wil. Scherp. Uh, nou ja, goed, weet je, kijk, en, en dat, dat hebben ze niet. Ze zaten er bovenop. En ik heb uh, wel een beetje in, de, in mijn hoofd hoe ik hoe, hoe, hoe die reportage ga inkleden. En uh, Als je hier in Stuttgart bent, dan uh, je praat met de mensen, dan gaat het hier over auto's. Porsche en Mercedes. Het is een industriestad, wat je dan hoort. En de mensen zijn heel uh, ijverig en vlijtig, harde werkers. Nou ja, dat zag ik gisteren op het veld wel. Maar wat mensen niet weten van Stuttgart is dat, dat de eerste vrije school ter wereld ook in Stuttgart is opgericht. En ik vond het mooi om het Gilde der Vrije Geesten, Musiala, Weerts, Sané, Jamal en uh, Williams, Pedri... Ja, om die aan het werk te zien en, uh, en, en, dat de creativiteit maar rijkelijk mocht gaan vloeien. Maar dat werd, dat werd door een aantal mensen op het veld, uh, niet geapprecieerd. Dus ze zaten er heel kort op. Zeker die eerste helft, uh, ja. hadden die, hadden die spelers het heel erg, uh, het heel erg lastig. En, uh, en dat, dat vond ik wel jammer. Ja. Wel bewondering voor uh, ja, elke actie die toch weer ingezet werd. Hè? Nico Williams en uh, uh, Lamin Jamal. Uh, elke, nou, ja, elke actie mislukte niet, wilde ik zeggen. Maar uh, als het mislukte, dan hadden ze net zoveel flair bij de volgende dribbel. Uh, ik, ik mag te hopen dat ze dat hun carrière echt vol gaan houden. En niet alleen maar hebben omdat ze zo jong zijn. Uh, ik ja, hoop, ja precies. Dat dat dus ook het, hoopt. Ja. Ik, ik snap precies wat je bedoelt. Het is het, uh, het, het onbevangende wat ze hebben. En uh, ja. het is ook. Uh, een, een goed geïntegreerd onderdeel in het spel van, uh, van Spanje. Het is uh, direct, het is snel, het is verticaal, het is naar voren. Je zag de eerste helft uh, Duitsland heel brutaal, heel hoog druk zetten weer. En ja, dan moest een lange bal maar gespeeld worden op Morata. Die won dan zijn duels wel. Maar deze jongens, ja, die, 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 moet, die moeten dat nooit verliezen. En Musiala ook niet. En uh, um, ja, dat, is, dat is waarom je naar het voetballen gaat. Dat is wat, wat het voetballen leuk maakt. Mensen die domineren in de 1 tegen 1, die het verschil kunnen maken met een actie. En, en als het dan mislukt, opnieuw inzetten en nog een keer en nog een keer. Uh, om de dood eenvoudige reden dat het echt wel een keer lukt. En dat bleek ook wel, want uh, Jamal, die, uh, die uh, Lamin Jamal, die, ff, ja, die verzorgde toch de assist weer. Ja. Bij Daniel, Ommer, die ik overigens uh, de uitblinker vond hoor. Dat had ik, dat had ik waarschijnlijk al gezegd. Ja, ja, maar ik, van ik, een power ik, ja. Ja, echt goed, leuk om naar te kijken. En uh, veel, uh, veel drive zat erop bij die jongen. Maar ik sprak met, met wat Duitse journalisten. Die zaten ook te kijken naar die buitenspelers van Spanje. En dan ging het over Williams. En Ik kon me daar wel even vinden wat die, wat die Duitse journalist zei. Ja, hij hij doet een beetje te cool. En dat vond ik ook in die wedstrijd. Het is een beetje te cool. Hij moet ook, uh, het, mag, het mag ook met meer uh, bewustzijn voor rendement. En niet alleen maar, ik sta hier in de speeltuin. Uh, dat ja. heeft hij natuurlijk wel laten zien al in, uh, eerder in het toernooi. Dat hij dat kan koppelen, aan rendement. Maar, uh, maar dat vond, ik vond hem inderdaad wel een beetje te lokker, zoals de Duitsers zeggen. Te ontspannen. Zo, kijk maar eens even lekker hier uh, de grote ster uithangen. Maar la laten, we, laten we ze koesteren. En uh, laten we hopen dat deze jongens uh, dat nooit verliezen. Want ja. dat is waarom je naar het voetballen gaat. En, en dan even de koppeling naar Tony Kroos. Dat is ook waarom je naar het voetballen gaat, hoor. Want ja. wat een grote meneer is dat zeg. Hè, als, je, als je kijkt naar zijn uh, Palmares. Die, uh, daar, daar komt geen einde aan. Het is. Uh, ik geloof tien jaar Real Madrid, vijf keer Champions League gewonnen, uh, zes keer de wereldbeker, uh, drie, drie keer kampioen van uh, Duitsland, vier keer kampioen van uh, Spanje, ja, wereldkampioen met Duitsland. Ja, hou eens op, zeg. Dat, uh, we hebben, we, ik, ik ben erbij geweest dat uh, het afscheid van Tony Kroos, een, uh, een van de allergrootste Duitse spelers uh, die er was. En ik, vond, ik vond dat hij dat echt weer op zijn kroos deed, want ik heb heel erg op hem gelet. Ik zat aan te kijken van hoe ga je nou a ah, die laatste minuten in en vervolgens hoe ga je dan als het afgelopen is, hoe, hoe, hoe ben je dan? Een stortje ter aarde. Ik kan me nog herinneren dat uh, Ruud van Nistelrooy uh, achterover, achterover viel bij zijn laatste wedstrijd en dacht hé, hé, het zit erop, het is klaar. Ja, het zit erop, ja. Hij niet, ja, ja. Hij, hij bleef staan, wat kushandjes, klappen, klein rondje en naar binnen. En na afloop ook niet. Uh, de aandacht op zich vestigen. Hey, heel bescheiden. Het gaat nu om, uh, om, om Duitsland. We zijn uitgeschakeld. Daar moeten we focus op. En op het feit dat iedereen ons uh, weer in de harten heeft gesloten. Want uh, we mogen trots zijn. En, en dat vind ik eigenlijk ook wel. Duitsland heeft uh, mooie spelers. Mooie spelers. En ik heb ervan ja. genoten. En tegelijkertijd is het mislukt. Hè? Dat maakt het raar. Want uh, ja, alleen maar winnen uh, maakt toen toernooi geslaagd voor Duitsland, toch? Ja, dat... ik. Ik ben het met je eens hoor, want voetbal voetballen draait het altijd om winnen. Um, maar ja, ik zou daar toch het evangelie van Peter Bos wel aan willen koppelen. Uh, Pep Guardiola. Winnen met aanvallend voetbal. Want voetbal is een kijksport, is een entertainmentsport. En als, als je uren en uren naar Frankrijk moet kijken, ja jongen dan... Uh, <laughs> ja. <laughs> ja, we en, hebben en nu en geweldige goals en, gezien inderdaad. Die, dus waar, stuk voor stuk waren ze mooi. Ja, het is... Uh, het is prachtig. En, en dan heb ik liever het, het Duitse elftal. Uiteindelijk is het zomersprookje hard uit elkaar geknald. En, en, en is het niet gelukt. Zijn ze geen uh, Europees kampioen in eigen land geworden. Maar ja, ze hebben wel wat laten zien. En ze mogen inderdaad trots zijn. En verliezen van Spanje. Dit Spanje is ook geen, uh, is, is ook geen schande. En laten we alsjeblieft hopen dat die. Uh, dat die Spanjaarden die Fransen verslaan. Want uh, de, de, je moet er toch <laughs> niet aan denken. Je moet er toch niet aan denken dat, dat Frankrijk. <laughs> dat Frankrijk zonder een goal te maken. Zonder een goal te maken. Gewoon de finale gaat ja. halen straks. Nou, is... ja, Zeker. Ja, ik, ik heb ja. niet alles gezien. Want ik was natuurlijk met die uh, verlenging bezig. En daarna moest ik uh, nog werken en rijden. Maar wat ik ervan gezien heb. Uh, ja, misschien kan jij me opheldering geven, zo, Maar ja. wat ik ervan gezien heb. Ik vond niks. Niet zo nee. heel, veel, heel veel gemist, nee. nee. Maar ik, ik wilde je toch nog even uh, één ding nog laten kiezen. Ja. Uh, de, de goal van Olmo, van Wiertz of, of Merino. Want het was, waren allemaal andere goals. Eén geweldig uitgespeeld door Spanje. Wiertz op, op techniek mooi binnengeschoten. En Merino was een fabelachtige kopbal. Wat, wat is dan jouw favoriete in zo'n wedstrijd? Nou, ik, ik zou gaan voor, uh, voor, uh, uh, voor de laatste, de kopbal. Omdat hij ja, mooi uitgespeeld was. Heel zijn had. lichaam, hè? Ja, oh, het, je, je, het, was, het was ook een fantastische voorzet van Olmo. Alleen het, ja. mo het moment van Wiertz, ja, dat, dat is wat voetbal zo mooi maakt. Hè? Dat je weet van, ah, fijn, de laatste minuut komt eraan. Dan gaan die duizenden weer scoren. Hè? En dat was ook ja. zo. Je weet het. het je gebeurt. weet het gewoon. Ja, ja, ja. Maar ze verdienden het ook, want ze bleven pushen, jongen. Ja. Dat is niet normaal, joh. En uh, dus uh, dat, uh, het momentum van Weerts was, uh, was groot. Dat stadion ontploft dan. En dan denk je eerlijk gezegd ook uh, in de verlenging. Nou, nou die hebben zoveel ja, energie gekregen vanaf van de, van, van de tribunes. Dat ze nu wel over Spanje heen zullen gaan. Maar ja, dat bleek niet zo. Dat vond ik ook wel weer mooi dat Spanje zich opricht hoor. Ja, die combo was fantastisch natuurlijk. Die was echt ja. waanzinnig. Je had het inderdaad over die hensbal. Misschien een penalty voor Duitsland. Die, die is weer een beetje gedebunked op onze website ook. Want in de, in de aanval leek het op, op hensbal. Wat een mooi woord, jongen. Hey. Ja, mooi. Wat, wat leer is, ik nou fact, hier op de, op de fact zaterdagochtend? Die bank. Wat is dat? Die bank. <n two> nou ja, het uh, dat je, dat je checkt en eventjes uh, op, op waarheid. Uh, ja, okay. kijken of het nou echt, ik heb echt het, uh, klopt helemaal. Ik heb het uh, gelezen, maar uh, yeah. het was misschien wel onterecht afgekeurd. Dat, ja. dat, dat stond er toch? Ja. ja, nou ja, er stond inderdaad dat. Voerkoeg uh, uh, in aanloop naar uh, die hensbal. Uh, uh, Uiteindelijk ook ook Hens zelf en misschien ook uit bij het spelsituatie kwam. Dus waar uh, dat er niet naar gekeken was. Maar daarvoor uh, een... moet gewoon dat wel communiceren, natuurlijk. Ja, dan. toch? Dat moet je dan even, ja. even, even duidelijk maken. Want uh, ik zou nog een keer helemaal terug moeten kijken. Hoor. Als het klopte, uh, dan, uh, dan, dan is het de uh, terecht geen, uh, geen strafschop. Maar anders was het gewoon een penalty, natuurlijk. Ja, ja. nee, zeker. Als uh, ja. bij het spel, alsof, uh, geen buitenspel ja. het is of geen bewust Hens. Nou ja, maar het is weer het... afvallend Hens, dus ja. Ja, als het, ja zo is, nou. als het zo is zoals uh, jij het nu zegt, dan, uh, dan heeft uh, het arbitrale kwartet goed hun werk gedaan. En de ja, Maar inderdaad, dat mag beter gecommuniceerd worden, want heel het stadion wist er niks van. En zelfs thuis kregen we het allemaal niet goed mee. Uh, nee. nee, dat is dus, een beetje uh, gek. Dat is heel gek, helemaal op, op dat niveau. Ja. En, inderdaad, je begon al over uh, die, die vreselijke 0-0 tussen Frankrijk en uh, Portugal. Nou ja, we hadden het over. Je weet dat de Duitsers nog gaan scoren. Um, je, je weet ook dat dit... 0-0 wordt. Uh, ondanks dat Frankrijk wel wat kansen kreeg. Uh, en er wel mooie verhalen lagen met, met Pepe en uh, Ronaldo. Maar uh, ja, je, je moet wel echt zoeken met een, met een vergroot glas naar, naar een mooie momenten. Nou, nou ja, goed. Je, je geeft het zelf al aan. Uh, Pepe en Ronaldo zijn verhalen op zich. En dat, dat, dat maakt sport ook mooi. Hè? De tranen die vloeien. Ja. De... De knuffels die er zijn, dat was gisteren bij Duitsland trouwens ook hoor, bij Kroos. Ze kwamen één voor één allemaal hem knuffelen. Dat vond ik heel mooi om te zien. En ze zeiden allemaal wat in ze oor, oh, de Spaanse fans ook allemaal buigen en, uh, en klappen. Maar goed, Pep, Ronaldo is natuurlijk ook een verhaal apart. En ja, je, je irriteert je maatloos aan die Ronaldo. het <laughs> hele toernooi. Ja, zo'n Pep, ja, het kan eigenlijk niet, maar hij doet het wel. 41 jaar die staat er gewoon. Ja, dat zijn prachtige verhalen. Niettemin, uh, ja, die wedstrijd, ja. God jongen, die Fransen van kan je je daar dood aan ergen. Uh, en ja, en aan, aan het einde zullen ze wel met die cup omhoog staan. Dat kan als niet anders. Want we hebben nog niks ja. gezien van Mbappé. hè. Helemaal niks. Hè? Paar nee, hij, heeft het wel, hij heeft het wel over het masker en dat dat irritant is. Hij heeft natuurlijk pijn. Hij moest er ook af in de verlenging. Uh, maar ja, uh, als excuus kan je het natuurlijk ook weer niet gebruiken. Want dan heb je zoiets, ja, als het gewoon niet gaat, dan doe je toch uh, gewoon niet mee. Maar ja, zo werkt het dan niet, hè, bij zo'n topspeler of zo. Nee, maar. Bij zo'n topspeler werkt dat niet zo. Die stelt zichzelf op. En, uh, nou, ja. Ja, misschien heeft hij het beste voor het laatst bewaard. Hè. We, doen, we kunnen ook allemaal nog wel de WK-finale herinneren. En uh, dan ja. ploft hij ineens. Dan krijg je een waanzinnige wedstrijd te zien. Nou, laten we hopen voor die Fransen dat het gebeurt. Want ze hebben echt hele goede spelers. Ze hebben, een, ze hebben een trainer die altijd en puur voor, alleen voor het resultaat gaat. Maar ja, ik weet je, ik kan, me, ik kan me niet voorstellen dat in eigen land dat er geen uh, kritiek is op het spel. En misschien zijn wij te romantisch en is het te Nederlands om te denken van dat het hand in hand moet gaan met, uh, met goed voetbal. Ik kan me nog de vier titels herinneren van Frank de Boer bij Ajax. Er werd ook over gesproken: het is niet, te, ja, te, we worden kampioen, maar het, is, ja, het voetbal mag wel wat beter. Ja, en al met al uh, zijn we toch wel uh, verwend, denk ik, hoor. Met, uh, uh, ja, met, met, met goed voetbal, ook in de internationale top. Dat je aanvallend kan spelen en succes kan halen. Hè? En, uh, en daar, daar, ja, daar heeft uh, Guardiola natuurlijk al lang bewezen. Peter Bos en, uh, en Arno Slot bewezen het bij PSV. En, uh, en Feyenoord op een veel lager niveau. Maar het kan, wel. Het, het, het kan wel. En het is het leukste om naar te kijken. En, en bij de Fransen, denk je, met zoveel goede spelers. Ga ze bij elkaar zitten. En vraag is aan die spelers: van, yo, vertel eens, hoe willen jullie nou gaan spelen? Wat vinden jullie fijn? Wat is leuk voor jullie? Waarmee kunnen we het publiek vermaken en ook winnen? Want winnen staat voorop. Ja, en nu heb je gewoon Deschamps die als een uh, kleine Napoleon daar staat en, uh, en zegt van we gaan het zo doen en we gaan winnen deze, deze zeeslag. En, uh, en dat hoeft er niet uit te zien, het hoeft niet mooi als we maar winnen. En, en ja, ik hou er niet van, ik geniet er niet van. En mensen kunnen mij naïef en dom vinden, dat kan. Uh, dan, maar, dan maar even dom. Ja, ja, ja inderdaad. Maar ja, Het is ook wel weer. Kijk, uh, 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 ik hou inderdaad ook niet van het voetbal. Maar dan staan ze dus toch wel weer met die overwinning. Hè? De, de, dan staat De Cham dus weer te juichen. Uh, ze hebben er ook alweer gewoon een scheid aan. Want als je er gewoon naar kijkt. De presteren ze fantastisch natuurlijk. Ze hebben ze heel lang geen EK gewonnen. Dus ja, het moet ook uh, gewoon gaan gebeuren. Dat kan je als Nederland. En we mogen niet overal dingen heen kijken. We gaan zo over Turkije <laughs> beginnen. Maar je, je kan ze ook wel hebben, natuurlijk. Want, want er, is, er is altijd ruimte uh, in die uitslag. Dat is nooit uh, heel ver weg. Hoe bedoel je? Je want... blijft altijd, altijd in de wedstrijd blijven tegen ja, de Fransen. Om, ja. Omdat ze zelf ook niet zoveel doen. Ze doen geen reet. En ze gokken erop <laughs> dat jij een keer de bal verspeelt. En dat, dan komen ze met die snelle mensen voorop, komen ze eraf. Ja. En, uh, en dan hopen ze op een bevlieging. Dat is wat ze doen. Ja, en ja. en, uh, en ja, dat het lonend kan zijn, ja, dat hebben ze al lang bewezen. Ja, daar hoeven we niet achteraan. Ja. Ja, nee. en, en, en kijk, en als hij straks daar weer met die cup staat en, uh, en, en ze winnen dan wel het EK, ja, dan, tegelijk. wat, wat ja. moet je dan zeggen? Dan is hij de allergrootste trainer in Frankrijk ooit. Ja. Dus ja, zeg maar. En, maar goed, even, even als romanticus, dan. het is gewoon niet zo heel erg leuk om naar te kijken. Dan kijk ik liever naar het Nederlands elftal. Ja. Laten we hopen dat Spanje of Nederland straks misschien wel in de finale uh, vraag kan nemen. Dan moeten ze eerst uh, voorbij uh, Turkije. Ja. Uh, die te maken hebben met drie Sourcingen. We hebben natuurlijk veel uh, voorbeschouwd. Um, uh, over de rechterkant gehad, gisteren ook met uh, Freek Jansen. Ja. Um, wat zou jouw opstelling zijn, Marco? Ik zou niet zoveel veranderen. Ik zou, als, als Bergen kan starten, zou ik hem laten starten. En uh, dat kan je altijd met malen brengen. Uh, je kan zeggen, Frimpong die kan wat makkelijker achter kan ook aan. Maar uh, ja, ik zou lekker uitgaan van eigen kracht. En als het werkt ja. met Bergwijn aan de binnenkant en Dumfries die eroverheen gaat. We, we moeten ook hier geld weer. We moeten Turkije niet groter maken dan ze zijn. Ja. Wij zijn beter, hebben betere spelers, dus moeten we winnen. En dat is afhankelijk van de coach die, die een goed spelplan bedenkt en deze spelers zo instrueert dat ze, dat ze tactisch goed staan en ook kunnen winnen. Nou, we hebben toch genoeg individuele kwaliteit voor dat hebben we al, uh, al gezien. En Roemenië en Turkije, ja, het maakt elkaar niet veel, denk ik. Kijk, tegen de toplanden. Uh, wij, kijk, we hebben, hebben geen wereldselectie. Laten we, laten we gewoon eerlijk zijn. We hebben niet de spelers die Frankrijk wel heeft, of, uh, of andere landen. Maar, uh, maar we hebben wel goede spelers. En we hebben betere spelers dan, uh, dan Turkije. En uh, ja, dan moet je gewoon van Turkije winnen. En Ze zullen, ze zullen ongelooflijk gemotiveerd zijn na die uh, schorsing. Van die... We hadden het erover. Hè? Ik zeg, hij moet geen politiek statement maken. Dat moet je gewoon niet doen. Laat het nee. lekker achterwege, joh. Dat klopt, hè? Ja, <laughs> ja. ja. Maar... dat moet je doen. dat nee, moet je gewoon niet doen. En uh... ja, daar hebben ze nu last van. Want tegelijkertijd kan het ze heel erg motiveren. Door, uh, door, door, ja, door dat, dat ze dat een soort van uh, ja, wraak-energie over zich krijgen. Van we, we, gaan dit, we gaan dit doen voor hem, voor dit land. Ook omdat willen... het een uitwedstrijd voor Oranje is, waarschijnlijk. Ja, heel Dortmund zit vol. Ja, ja. ja. Zullen we het woordje heksenketel niet gebruiken? <laughs> nee, mag niet. Als het niet in Turkije ja. is, mag je geen heksenketel zeggen. Ja. Nee, 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 maar nee maar goed. Het wordt, een leuk, het, het wordt een leuke, interessante wedstrijd. waarbij uh, individuele kwaliteiten van Nederland. die beter zijn dan de Turken, de doorslag moeten geven. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel geniet van de Turken. Hoor. Ik heb echt genoten van, uh, van fases van wedstrijden. van spelers. Ze hebben, ze, ja, ze hebben veel. Uh, veel mooie, mooie spelers die met... Uh, die met ja, jammer dat Kuksu er niet bij is natuurlijk. Carioclo die ontzettend veel indruk maakt. Dit, uh, dit hele toernooi. Uh, Guler. Met zijn fabelachtige traptechniek. Dus ze hebben mooie spelers. Uh, alleen ik denk wel dat wij uh, de betere spelers hebben. En, uh, en dat, ja, wij zijn het aan ons stand verplicht om die halve finale te halen. Uitzekend. Hey, uh, en met het, geluk van Koeman, met het geluk van Koeman uh, is het ook een uh, ABC'tje natuurlijk. Heb je... ja, dat kan niet anders. <laughs> nee, dat nee, kan niet anders. <laughs> hey, uh, Ajax, uh, gisteren de voorbereiding be begonnen. Uh, 1 verloren voor pack. Uh, Feyenoord uh, gaat vandaag tegen Dort uh, spelen voor de eerste wedstrijd tegen Prieske. Uh, wanneer is PSV uh, um, ja, helemaal opgestart straks? En hoe uh, nou ja, staat die selectie ervoor? Ze, ze gaan nog wel wat oefenwedstrijden spelen. En, um, en daarna gaan ze... De, ik geloof de 14e gaan ze naar, de, naar Duitsland, naar Klostopforte. Vorig jaar gingen ze naar Oostenrijk. De jaren daarvoor, onder Schmid, gingen ze daar ook heen. Naar Klostopforte in, uh, in Duitsland. Dat is een echt heel mooi trainingscomplex. Heel rustig en relaxed. Daar kunnen ze fantastisch werken. Um, dat gaat Bos dan ook uh, ondervinden. Nou ja, en daar zal. Ja, ik, ik vond het wel grappig. Hè? We hebben met hem gesproken. En, uh, en ja, dan krijg je. Uiteraard krijgt hij de vraag: van, joh, het was zo goed vorig jaar met 91 punten, één keer maar verloren. Zoveel goals gemaakt. Hoe ga je dat nou weer doen? Nou, dan, dan weet je dat het bijna niet te doen is. En dat is ook niet het doel hoor, omdat even naar het doel is: het is kampioen worden. Um, en hij zegt dan: ja, het wordt alleen maar moeilijker en moeilijker en moeilijker. De, de tegenstanders willen alleen maar winnen van onze kampioenen. Ze zullen zich versterken, ze zullen op ons jagen. Um, en tegelijkertijd heb ik met spelers te maken die kampioen zijn geworden. Waar ik vorig jaar zei, we gaan links af. Zeiden ze allemaal, ja, we gaan mee. Want <coughs> PSV is al vijf jaar geen kampioen geworden. Nu zijn ze allemaal kampioen geworden. En hij zei, je weet het echt... allemaal beter. Komt ja. Echt een deel van de spelers die gaat zeggen, oké, okay, trainer, jij wil links, maar waarom gaan we niet rechts? Nou, ik denk dat dat een beetje onzin is. Want ik denk eerlijk gezegd dat het makkelijker wordt voor PSV. Nu Bos daar al zit het raamwerk van de selectie staat. En de spelers de speelwijze kennen, herkennen. Weten wat er gevraagd wordt. Hij hoeft ze niet meer mee te nemen en te overtuigen. En te indoctrineren in een bepaald verhaal. Dat verhaal kennen ze. En ze weten ook dat als ze het uitvoeren zoals hij het wil. Uh, dat, het, uh, dat het succesvol is. Dus wat dat betreft zou het ietsje makkelijker moeten worden. Um, ja, nou ja, de selectie, daar had je het even over. Die, uh, ja, die, dat gaat er goed uitzien. Hè? Ze hebben. Swipe hebben ze binnen. Swipe, uh, swipe naar links, swipe naar rechts. Um, drie weetjes ja. ja. drie ja, ja. binnen en uh, en ook uh, Ryan Flamingo. konden we gisteren melden. Nou, die stond al, daar komt hij hoor, stond al met één been op de rechtgang. Ja. Er was roze <laughs> rook, plaats van witte Dat was rook. Ja, we moeten het wel een beetje grappig houden af en toe. Um, nee, maar die is ook binnen en ja, daarmee kan die veel kant op. Want uh, ja, van Ramaljo is nog geen enkel spoor, uh, voor zover ik weet, op dit moment. Um, nou, dan heb je dus uh, uh, Flamingo die daar kan spelen. Maar die kan ook. Ja, die schouder vervangen op zes. Hè? Ja. Dat is ook een en hij kan op rechtsback spelen, want daar ja. missen ze ook nog iemand. Sambo is daar weggegaan. Um, en ze willen eigenlijk nog wel een uh, rechter centrale verdediger erbij halen. En als dat lukt met Sepp van den Berg, ja, dan, uh, dan gaat het er heel goed uitzien. En dan moeten ze alleen nog kijken wat er gebeurt met jongens als Bakayoko en Veerman. Nou, ik heb begrepen, voor, voor beide uh, is geen concreet bod op dit moment bij, bij PSV. En ik heb al vaker betoogd dat ik vind dat Joey Veerman uh, de eredivisie uitgespeeld heeft en ja. weg moet gaan voor zijn ontwikkeling. Hij heeft er ook de leeftijd voor. En voor Bakayoko, uh, ja, daar zal dusdanig, uh, dusdanig veel interesse op gang komen dat, die, uh, dat ik verwacht dat, uh, dat die gaat. En uh, het PSV is ook altijd uh, voornemens om één hele grote. Transfer te doen. Hè? En als je ziet wat ze nu weer uitgeven, dan, uh, dan, komen woorden, nou ja, dan komen de woorden van, uh, ja. van de mensen die in de leiding zitten komen wel uit. We gaan investeren, want zo'n Flamingo gaat richting de 9 miljoen. De US is 3,5 miljoen. Die is binnen. Uh, Tilman hebben ze overgenomen. Uh, Dest is dan transfervrij, maar dat is ook met een moment dik salaris en zal tekengat hebben gekregen. De psv is uh, flink uh, in de bus aan het blazen. En ik heb niet het idee dat ze klaar zijn. Dus. Uh, dat vond nee, ik interessant. Nou ja. Het zal uh, allemaal iets meer op gang komen als het uh, EK straks afgelopen is. Ja. Uh, daar gaan we lekker mee verder. Twee, uh, twee potjes. We hebben natuurlijk nog een andere wedstrijd. Uh, nou, ja, la laten we die uh, de volgende keer uh, bespreken. Maar uh, als je Engeland-Zwitserland. Uh, in ieder geval een kleine voorspelling, Marco. Ja, wat denk je? De Zwitsers zijn beter. Dus, dus ik denk dat de, Zwitsers, uh, dat de Zwitsers winnen. Als die verschrikkelijke zoutketen ook eens een keer de handrem eraf haalt. Dan. Ja. Uh, dan, dan krijg je weer spelers die in hun kracht komen te spelen. Je, je, ja, je zit ernaar te kijken. Je weet niet wat er aan de hand is met die jongens uh, die, die, die voorin spelen. Mogen ze niet? Of, uh, of klopt het tactisch niet? Allebei niet. Het is niet zo leuk om naar te kijken. Ze hebben natuurlijk een bakker, een bakker kritiek gekregen. Ook in eigen land, Engeland. En Zwitserland is echt heel leuk. Echt leuk om naar te kijken. Ik geniet van die Xhaka. Dat is niet normaal joh. Ik heb ja. hem toen bij Arsenal gezien. En toen, uh, toen dacht ik van hij is op zijn retour. Die gaat, uh, die gaat weg. En als je dan ziet wat hij uh, afgelopen seizoen gedaan heeft. en wat hij nu doet uh, in de Zwitserse elftal. Dat is, uh, dat is echt fantastisch om naar te kijken. Het is een middenveldstrateeg. En uh, ja, als je mij vraagt. Ja, op basis van individuele kwaliteiten wie de betere spelers heeft, moet Engeland door. Ja, mm, mm, en het... Maar ik vind Zwitserland op dit moment een beter team. Ja, ik heb een geniepige 1-0 voor Engeland. Ik vrees het ergste. <laughs> het is de laatste keer dat we twee potjes hebben op zo'n avond. Ja. Dus uh, we gaan er maar van genieten, Marco. Gaan we doen. Uh, bedankt voor je tijd en uh, tot ziens dus en een goede Dankjewel. Dank je wel. Hoi, hoi.